Vandaag eten we broodje bal. 600 gram half om half gehakt. 1 eitje, 50 ml volle melk. 1 uitje, lekker raspen. Klein handje gehakte peterselie, 60 gram paneermeel. 1 theelepel nootmuskaat er doorheen raspen. Klein theelepeltje zout, klein theelepeltje peper. En lekker mengen met die klauwen van je. Oh yeah. Verdeel je mengsel in hele mooie ballen. Balletjes helemaal gevormd, tijd om te bakken. Vuurtje aan, pannetje op. 1 pakje boter helemaal laten smelten. Bak je ballen rondom helemaal bruin, ongeveer 20 minuutjes op medium vuur. Haal je ballen eruit. 1 goede eetlepel tomatenpuree. 1 goede eetlepel mosterd. 1 eetlepel ketchup. Nog een eetlepel ketchup. En 100 ml water. Lekker door elkaar heen roeren en maak er maar een lekker shootje van. En laat je balletjes nog gewoon 10 minuten staan. Broodje opensnijden. Mayo erop. Balletje helemaal klaar. Balletje op je broodje. Klein beetje jus eroverheen. Kijk, broodje bal. Oh, dit is echt fantastisch. Dit is de lekkerste bal die ik misschien wel in mijn mondje heb gehad. Eet smakelijk.